Net als vorig seizoen zijn we op het prachtige eiland Curaçao, het grootste van de ABC-eilanden, gelegen in de zuidelijke Caraïbische Zee. Het eiland staat natuurlijk onder meer bekend om de wuivende palmbomen en om de zeeschildpadden, maar er is veel meer te zien en te beleven. Soraya komt aan bij het Papagayo Beach Resort. Dit wordt namelijk haar uitvalsbasis om Curaçao verder te gaan ontdekken. Hans wacht erop in de lobby. Hey, ja, daar heb je hem. Hey! Hoe is het met jou? Goed, en met jou? Goeie reis gehad? Ja, zeker. Super, super, super. Echt helemaal geweldig om hier weer te zijn. Ziet er weer mooi uit. Lekker op Curaçao, lekker bij Papagayo. Helemaal ja. Goed. En dit keer langer. Ja, en dit keer langer. Dus je hebt wat meer tijd om leuke dingen te doen. Absoluut. Nou, ik heb een hele mooie villa voor je. Zou je de sleutel nemen? En omdat je zei dat je wat dingen wilde gaan doen. Ja. Er is heel veel te doen op Curaçao. Heb ik wat leuke activiteiten voor je uitgezocht. Top. Dus die ga ik ook aan je geven. De sleutel en de activiteiten. Nou, kan ik me voorstellen dat je na de reis eventjes alles in de kamer wil zetten en je opgefrissen. Zullen we dan daarna even gaan ontbijten bij de beachclub? Goed idee. En dan praten we even bij. Ja, ja? Helemaal goed. Check, check. Oké. Zie ik je zo. Zie ik je zo. Hoi. Dag. Soraya gaat meteen op weg naar haar luxe vakantievilla, die van alle gemakken voorzien is. Niet veel later zit ze met Hans aan het ontbijt. Top dat je een heerlijk ontbijtje hebt geregeld. Ik zou zeggen, tast ook toe, want volgens mij ja. Heb je er ook veel zin in. Eet smakelijk. Dankjewel. En op je komst weer naar Curaçao. Volgens mij ook koraal hier, toch, in het water? Ja, ja, ja. Nou kijk, toen ik hier begon, zag ik de potentie van de locatie. Hè? Het strand, het onaangetaste koraalrif hiervoor. En de rust en de veiligheid hier. Dus ik dacht, ja, dat... Daar moet je iets moois kunnen realiseren. En nu is Jan Tiel eigenlijk als gebied het toeristengebied van Curaçao. Waar je eigenlijk op één plek alles kan vinden. Ja. Je hebt hier 5, 6 beachclubs. Je hebt hier een stuk of 12 restaurants. Van een goede gym tot een casino tot winkeltjes. Voor iedereen is er wat. En dat maakt het leuk en dat maakt het divers. Wat ook leuk is, is dat hier bijvoorbeeld naar de beachclubs en als er... happy hours zijn, er komen ook veel lokalen. Dus dan krijg je een leuke mix van vakantiegangers met lokalen. Dus het is niet een exclusief vakantiegebied. En jullie besteden ook heel veel aandacht aan de look en feel, heb ik begrepen. Hè? Maar leg dat nou eens uit, wat is dat nou? Ja, ja, ja. Dat is zeg maar de omgeving die je probeert te creëren. Op de beach, in het hotel, in het resort, in de beachclub. Daar doen we zelf ook heel veel aan om dat op peil te houden. Dus we proberen elk jaar weer te vernieuwen en het weer beter te maken voor mensen die terugkomen. Onze service is denk ik, durf ik best te zeggen, goed. Dat verdient best een 7,5 tot 8. Maar we streven constant naar 9. Dus we zijn constant bezig om te kijken waar kan het makkelijker. Waar kan bijvoorbeeld een incheckprocedure makkelijker. En daar proberen we in alles... de gast centraal te laten staan. Misschien wel lekker om even te gaan sporten of zo. Nou, ga je zeker leuk vinden. Het is helemaal airconditioned, dus je kan daar prima sporten. En het is heel netjes en verzorgd, uitgebreid. Dus daar ga je helemaal weer fit vandaan komen. Moe, maar fit. Super, ik heb er zoveel zin in. Nou, en gelukkig heb je inderdaad wat meer tijd. Dus ja, dat is belangrijk, dat heb je wel nodig. Nou, ja, zin in. Op je verblijf. Dankjewel. En zo gezegd, zo gedaan. Soraya gaat even lekker sporten voordat haar grote avontuur begint. Op onze website vind je trouwens alle informatie over de onderwerpen die langskomen. Neem dus vooral een kijkje.